Goedenavond. Even kijken of jullie een beetje goed erbij hangen. Ja. Als het goed is wel. Even deze aanzetten. Hoi Rina, goedenavond. Ik zet heel even de computer nog aan, zodat ik het kan zien. Eens kijken. Dun dun dun. Facebook. Even kijken, waar zit ik? Oh, daar ben ik al. Even het geluid weer uit, anders hoor ik mezelf. God, we zijn toch altijd traag. Oh, die is al uit, dat is mooi. En uitklappen. Hoi Saskia, Miranda, hoi. Monique, hoi. Ik hoop dat het geluid nu goed is. Maar dan komen we vanzelf denk ik wel achter. Wacht nog even tot 8 uur. Hebben jullie het ook zo heet? Och man. We hebben helemaal beplakt en vlag. Maar ja. We doen het er maar mee. Oh, daar is mijn hand. Ja, hi. Geluid is prima. Ah, dat is mooi. Misschien door onweer vanavond dat het weer helemaal bagger was geweest. Maar daar komen we gauw genoeg achter. Uiteraard heb ik... Oh joh, ik ben echt helemaal bezweet. Gadverdamme. Oh, dit is ranzig. Gelukkig zien jullie mij niet. Behalve mijn handen dan. Ja, het is nog echt warm, plakkerig en benauwd. Ik hoopte eigenlijk dat het door onweer een beetje minder geworden was, maar het is nog behoorlijk warm. Nou, nog 1 minuutje. Neem ik nog even een paar slokken koffie. Zo. Hebben jullie een beetje zin in? Ik hoop het. Ik weet eigenlijk nog niet precies wat ik ga doen. Ja, in ieder geval mixed media. Alleen, ik heb al een paar ideeën, maar eigenlijk ook helemaal totaal niet. Dus het is even afwachten hoe en de wat. Dus, het is 8 uur. Laten we dan gaan beginnen. Hoi Katie, hoi. Hoi Anja, Rina, hoi. Goedenavond. Even kijken, laten we starten. Ik heb toen straks mijn allereerste nieuwsbrief de deur uitgedaan. Mocht je die niet gekregen hebben, laat het me even weten. In principe, volgens mij iedereen hier, bijna iedereen, heb ik inderdaad gestuurd. Volgens mij Monique niet. En alle anderen heb ik volgens mij e-mailadres allemaal, geloof ik. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. Ik had... Maar even spieken waar ik dat heb. Oh, daar heb ik hem niet gepakt. Wacht even. Dan moet ik wel even pakken natuurlijk. En dan wou ik iets mee gaan doen. Maar heb ik het alleen? Waar is het? Waar is het? Waar is het? Ja, daar is het. Zo, ik was een week of 3-4 geleden, denk ik, nu alweer, was ik op het handwerkfestijn en heb ik ook een hele leuke bekeuring aan overgehouden, 108 euro, dat was wat minder. Blijkbaar reed ik te hard. Maar daar heb ik deze dingen gekocht. Ja, wat is dat? Volgens mij is het meer voor borduren, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, maar ik dacht, oh, daar wil ik wel iets mee gaan doen. Dus... Daar wilde ik wat mee gaan doen. Maar, eigenlijk voor diegenen die de nieuwsbrief gehad hebben. Ik ben echt heel blij dat ik mijn eigen favoriete washi nu kan aanbieden. Want, zoals jullie weten, dit is echt mijn favoriete washi. En daar kan ik nu aankomen. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Maar ook voor een hele mooie prijs. Dus ik kan hem jullie ook gewoon heel mooi aanbieden. Want deze rol, en er zit echt bizar veel op.
Die is maar €14,99. En ik weet dat iemand anders binnen Nederland het ook opeens verkoopt. Alleen gelukkig zijn ze veel duurder. Maar in ieder geval die €14,99. En dan heb ik deze. Die gebruik ik ook echt onwijs veel. Die is eigenlijk glossy pet tape. Dus als je die achterlaag eraf haalt, dan heb je hem zo. Zo. En die is maar €13,99. En Anja, ik ga jou nog even appen hoe en de wat. Want ik weet dat jij hem bij mij voor iets duurdere prijs aangeschaft hebt. Dus jij krijgt nog een deel van mij terug. Alleen toen had ik hem nog voor de oude prijs. Alleen nu heb ik een andere manier. En dan hebben we nog de papieren versie. Die is ook €13,99. En deze, die gebruik ik echt dus echt heel erg veel. Echt heel erg veel. Dus eerlijk gezegd, daarom vond ik het een beetje jammer dat opeens andere winkels erop inhaken. Terwijl ze normaal gesproken totaal andere handel verkopen. Maar ja, dat blijft en dat hou je toch. En dan heb ik ook nog, maar die heb ik hier liggen. Ik pak hem even erbij. En dan heb ik ook nog een zwarte uitvoering. Dat is deze. En die heb ik in het zwart en in het wit. En die is maar €13,99. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik gewoon al mijn favoriete washi gewoon kan aanbieden. Want ik kreeg er zoveel vraag naar. En daarom is natuurlijk die andere winkel erop ingeraakt. Die kreeg dat ook wel mee natuurlijk. Maar goed. Ja, in ieder geval per rol zijn ze €13,99. Behalve die hele grote, deze. Die is dan €1 duurder voor €14,99. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar dat was dat. Dus in ieder geval, mocht je interesse hebben, mail mij of app mij. Liever mailen eerlijk gezegd. Maar laat me even weten. Ik doe hier heel even een elastiekje omheen. Want anders gaat het alle kanten uit. En dan heb je dat weer. Huppakee. Zo. Nou. Ja. En ik krijg nog twee andere soorten, maar die heb ik nu nog niet binnen. Eentje was helaas niet voorradig, maar eentje met raamkozijnen noem ik het maar even, met raamwerk. En ander, die is ook echt kei mooi, maar die krijg ik binnenkort. Dus dat is dat. Hé, hey, nou is het elastiekje weer vanaf. Nou, dan leggen we zo. Mocht je nou wel interesse hebben in nieuwsbrief, maar je hebt het niet gekregen, dan heb ik waarschijnlijk je mailadres niet. En dan mag je mij die altijd even doorgeven, mocht je er überhaupt interesse in hebben. Laten we beginnen. Nou, we gaan dus iets mixed media-achtig doen. Althans, dat is de bedoeling. Maak heel even wat ruimte. Zo. Wat heb ik gepakt? Dit is mixed media papier van Tim Holtz. Ik pak even de verpakking erbij. Dat is... Oh, wacht. De verpakking is een beetje gemolesteerd. Nou, het is in ieder geval de Distress... Ja, hoe heet die? Distress. Happy Stock. Mixed Media Happy Stock, denk ik. Maar die heeft iedere winkel. En die heb ik trouwens zelf ook. En laat ik eerst eens even een paar kaarten maken hoe ik het wil hebben. Zou ik gewoon 10 bij 15 eerst een standje doen. Dan kan ik altijd nog een deel ervan afhalen. Even kijken. Ik maak er 2. Zo. Oh, ik ben echt helemaal plakkerig. Het is echt een ranzig geworden. En even de andere. Zo. Ik moet heel even wat wegklikken. Zo. Even kijken. Nou. Laten we met 2 beginnen. Ik denk dat het leuk is dat we stencils gaan werken. En met Distress Grid Paste. Daar heb ik al een tijdje niet meer mee gewerkt. Ik denk dat het nu ook al vrij snel droogt met dit weer. Dus laten we dat maar gewoon eens even gaan doen. Oh, die heb ik dubbel. Ah ja,
Ik ben nu even op zoek naar stencil waarvan ik denk van, oh, dat is wel leuk. Dit werkt eigenlijk altijd wel goed. Zo. Nou, in ieder geval heel fijn dat het geluid gewoon wat beter is. Oh. Het papier wat ik gebruik, dat is van Tim Holtz. Dat is Distress Heavy Stock. Mixed Media Heavy Stock. Beetje geelachtig papier. Dat papier vind ik eigenlijk fijnste om te gebruiken met sprays en zo. En ja, werkt gewoon prima, laat ik zo zeggen. En dit is de, even kijken of jullie het kunnen zien, Distress Grid Paste Opaque. Oh, iets meer die kant op. Ja, oh, dat is hem dus. En daar gebruik ik gewoon, doe het aanbrengen met een spatel. Het is een soort pasta, zeg maar. En daar pak ik gewoon wat van. Ik leg stencil erop. Even kijken. Laat ik hem even evenwaardig lopen. Weet je wel zeker dat ik hem recht heb. Zo. En dan druk je eigenlijk de pasta erin. Dus je gaat niet het op duwen, zeg maar, stencil. Drukt het echt gewoon erin. Zo. Dat is één. Kijk, en dan heb je het nu eigenlijk zo aangebracht. Ziet dat mijn spatel of stencil een beetje vies was. Maar dat maakt me niet uit, want er komt straks toch nog allemaal spul overheen. Laten we nog maar eentje doen met de cijfers. Ja. Eens kijken. En hieronder heb ik de Mixed Media mat liggen van Tim Holtz. Die heb ik net een paar dagen geleden voor het eerst op mijn bureau gelegd. En ik moet zeggen, dat werkt wel. Zo. Nou ben ik weer lekker voorbereid. Want eigenlijk is het verstandig om dit meteen eventjes in een bak met water te gooien. Ik haal even randjes ervan af. Dit doe ik gewoon terug. En ik draai meteen de dop erop. Niet dat die uitdroogt. En dan heb je dat weer. Die leg ik even aan de kant. Even op de Marije manier schoonmaken. Daar ben ik niet een goed voorbeeld in. Ik heb echt een hekel aan schoonmaken. Zo. Dus ik doe het eventjes op de houtje-touwtje manier. Zo wordt het ook schoon, maar natuurlijk het meest makkelijke is uiteraard een bak met water dat hij even in de week staat. En dan kun je heel gemakkelijk hem helemaal schoonmaken. Maar kijk, mat best handig. Alleen dan hoorde ik wel van iemand die zei van, ik krijg hem niet schoon. Een vriendin van mij die zei van, hé, maar ik krijg hem helemaal niet schoon. Alleen, ja, ik heb het vermoeden, ik weet niet of ze kijkt, dat misschien toch niet helemaal waterbasis was waar zij mee gewerkt heeft. Want tot op heden alles krijg ik, kijk, want dit hier, dat is Versafine. Dat is dus niet waterbasis. Op waterbasis, dus dan krijg je vlekken. Zo. Niet naar kijken hoe ik schoonmaak. Daar ben ik geen goed voorbeeld in. Nou, die leg ik even aan de kant. Deze even een beetje droog maken. Dan laten we even deze drogen. Kijk, ik heb nou die aangebracht. En als je nu nog iets weg wilt halen, dan kun je eventueel dit nog weghalen voordat het droog is. Laten we het gewoon eens even doen. En ik weet eigenlijk nog niet echt waar ik naartoe wil. Alleen dat ik dat ronde ding eigenlijk wil gaan gebruiken. Alleen, ik weet nog niet hoe en wat. Zo. Dus je kan eventueel ook nog achteraf gewoon weghalen. Behalve wanneer het droog is, dan uiteraard niet. Dus ik heb er nou twee. Dan even kijken. Is het leuk? Ik pak, die leg ik eventjes hier neer. Uit de weg. Even daarop. Dan pak ik even een nieuw blaadje. En dan gaan we gewoon ook nog even een andere ondergrond maken. Want ik kan dat gewoon even drogen.
Snijapparaat. Even kijken. 10 bij 15. Zo. Oh, ik ben aan het gooien. En deze ook 10 bij 15. Nog een weekje werken en dan heb ik gewoon vakantie. Eindelijk. Eerlijk gezegd, ik ben er wel aan toe, moet ik zeggen. Mirja, hoi. Goedenavond. Welkom natuurlijk op deze avond. Even kijken, ik ga. Is het handig om hier even wat onder te leggen? Laat ik dat doen. Waarom? Dat zuigt al een beetje de spray op. Want zoals je ziet is mijn splatterbox al helemaal besmetterd. En ik wil hem eigenlijk even een beetje beschermen. Volgens mij heb ik iets met geel gewerkt of zo. Ziet er een beetje ranzig uit. Maar ja. Zo. Ik heb aankomende week afscheid van mijn oudste zoon groep 8. Dan wordt weer huilen geladen. Dat weet ik nou al. Zo, even kijken. Met wat voor kleuren ga ik werken? Even kijken. Dit is eigenlijk mijn favoriete kleur. Void Burlap. Waarschijnlijk zeg ik dat weer helemaal verkeerd. Maar ja, boeien. Je weet wel wat ik bedoel. Ja, dit is ook niet de manier om iets open te maken. Maar hij is open. Daar gaat het om. Zo. Even kijken. Die pak ik. Dan is Vintage Photo eigenlijk ook altijd de favoriete kleur van mij. En ik gebruik trouwens, allemaal Distress spraysteen. En laat ik van de Oxide, wil ik Lost Shadow eigenlijk gebruiken. Dat vind ik echt een hele mooie kleur, maar dus even de vraag, waar is die? Ik moet echt eens een keer dit allemaal gaan reorganiseren, want dit schiet gewoon echt totaal niet op. Het is zo, oh die hebben twee keer, zie ik nog net. Hickory Smoke Ice Boost, hè? Ben ik volgens mij ook wel tegengekomen. Zitten hier de workshop sprays bij? Ik denk het. Waar is mijn Lost Shadow? Oh, helemaal achteraan. Kijk, ik heb Lost Shadow, Distress Oxide Spray en Wedded Wood. Oxide is altijd een beetje mat, een beetje poederachtig. Moet je ook altijd goed schudden. Vandaar dat ik al als een idioot tekeer ga. En zodat goed gemengd is. Deze ook meteen even doen. En ik ga zeker nog op vakantie. Ik ga eind deze maand 8 dagen naar Turkije. Dus ga ik ook echt 8 dagen helemaal niks doen. Ik wil bijna mijn telefoon nog niet meenemen. Nou, denk ik dat dat wel gaat gebeuren. Maar ik wil echt gewoon 8 dagen met mijn luie kont langs het water liggen. En gewoon niks. Dus. Jij hebt wat te doen in je vakantie opruimen. Ja, dat is sowieso. Echt, het hele huis is echt in grote bende. Het is echt bizar. Maar goed. Even kijken. Ik ga eerst de ondergrond besprayen met water. Waarom doe ik dat? Eigenlijk zodat de kleuren al wat mooier kan gaan uitlopen. Dus spray gewoon een paar keer erop. En dan ga ik Vintage Foto erop. En ik doe wat vreemdelijk. En weet je, eigenlijk ga ik hier helemaal niet over nadenken. Want daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is het voordeel van mixed media. Althans mixed media. Ja, in principe is dit mixed media. Maar Lost Shadow is dit trouwens. Nou, nu zie je hier een hele ophoping. Dus dan pak ik een klein stukje wc-papier. En ik dab het gewoon even een beetje weg aan de zijkanten. Zo. Ik wil eigenlijk nog wat oxide erbij, dat die iets meer aanwezig is. Zo. En dan pak ik mijn puntje, of mijn craft tool.
En dan ga je drogen. Meestal droogt het wel vrij snel. Ja, Nijmeegse Vierdaagse, hè, Ankie? Dat hebben we ook nog inderdaad. Ik ga wel de zomerfeesten vieren, althans één of twee avonden. En dat is eigenlijk het enige. Verder eigenlijk niet zo heel erg veel. Oh, wacht even. Dit oogt een beetje smurrie-smurrie-burrie-achtig, dus dan haal ik mooi even weg. En als je dan weer eventjes iets wil door laten lopen, dan doe ik gewoon weer wat water erop. En dan heb je dat ook weer bedekt. Dan tussen even een slok koffie. Of een slok wijn. Hè, Anita? Of bier. Zo. Kijk, ik vind eigenlijk de achtergrond nu niet erg mooi. Dus we gaan er zo meteen nog wat oxide overheen doen. Maar dat ga ik niet met de sprays doen. Maar met inkpad. Ik had iets meer vintage foto denk ik ook moeten doen, zodat het iets meer bruin was. Nou, wat heb je tijdens live gedaan? Nou, ik heb gefund. Zo'n half uur. Nou, het schiet al op. Ja, bijna. Ja, ik vind hem droog zat. Oké. Die leg ik even aan de kant. Dan pak ik eventjes mijn inktpad. Kijken wat ik er ook weer heb. Dit is de gewone. Oh, hier, tuurlijk. Duh. Nu ben ik even op zoek naar mijn bruine oxide. En aangezien ik die laatst had opgeruimd, of zou ik gewoon die Quant Express oppakken? Die heb ik namelijk gewoon. Wat is dit? Oh, wacht, ik heb hem al. Die pak ik. Vintage foto. De oxide inkpad. Doe gewoon wat op mijn mat. Drukken. Zo, met je vinger er doorheen. Zo. Die haal ik meteen weer even weg. En weer even drogen. Dan zie ik daar weer een hele ophoping. Dus ik leg even een randje wc-papier, zodat hij een beetje het overtollige weghaalt. Wat is dat voor mat waar je op werkt? Dit is Mixed Media mat. Die heeft hij net een maand of drie geleden of zo uitgebracht. Of twee, drie. En ik vind hem eigenlijk wel heel fijn. Tot op heden. Het kan natuurlijk nog veranderen, maar tot op heden is hij heel fijn. Even kijken, dit is met de oxide, dus ik kan hiermee overheen. Dus wat ik ga doen, dat is een beetje nat. Ik ga nou met de blending tool met
vintage foto nog eens een keer eroverheen. Natuurlijk niet overal, maar ik wil even her en der wat donkerder hebben. En hier alleen eigenlijk de randen. Dan ga ik hier weer een beetje naar binnen. Zo. Oké. Even dit maar even weghalen. Kijk, voordeel is, spreekt er overheen. En het is schoon. Behalve als je niet water... hoe zeg je dat nou? Waterbasis hebt, dan gaat het mis. Even kijken. Nu doe ik wat water in mijn handpalm. En ik spreader weer eroverheen. Waarom niet met de spray? Omdat je dan echt meteen een hele laag krijgt. En dat wil ik niet. Kijk, en dan krijg je dit. Kijken of je het kan zien. Licht is... Ja, een beetje kun je zien, denk ik. Zo. Weer even droog maken. Zo bouw je het eigenlijk op, laag na laag na laag. En ik wil ook nog iets speckled egg. Even kijken. Oh nee, Lost Shadow was dat, hè? Alleen, ik weet niet of ik die zo kan vinden. Qua inkpad, die moet ik ook hebben. Ik vind wel altijd jammer dat als je dan gaat drogen, dan is eigenlijk dat hele donkere is dan weg. Wordt weer, toch weer meer in geheel. Vind ik eigenlijk altijd wel jammer. Het mooiste is als dat gewoon zo zou blijven. Kijk, want nu krijg je hem zo. Dus dat... Maar ik wil nog even wat blauw. Super Lost Shadow is niet echt blauw. Maar ik wil wel iets met blauw erin. Dus ik kijk even naar een inkpad die zou passen. Ik heb hier heel veel blauw. Maar natuurlijk weer niet de blauw die ik nou even moet hebben. Dat is hem ook niet. Ik pak deze wel. Denk ik. Wetted wood. En wat heb ik hier nog meer? Lost Shadow. Ah, daar is die. Yay. Nou, kom op. Dan ga jij eens even kijken. Zo. Kom, blijf eens even zitten. Deze, die bruine, haal ik er even af. Want anders is het wel heel erg een totaal andere kleur. Nou, kom op. Zo, die zit er al. Kom op. Zo. Nou, wat zit het nou weer, bagger? Ja. Oké. Okay. Eens kijken. Laten we van deze kant overheen gaan. En een beetje hier. En een kloddertje daar. En dan wil ik eigenlijk ook nog wat meer blauw. Dan probeer ik dat ding weer eraf te krijgen. Maar dan blijft mijn kittenbandje zitten. Oh, verkeerde kant. Zo. Dan nog even donkere blauw. Wetwood had ik toch ook gepakt of niet? Dan heb ik die weer teruggestopt. Ja. Daar is die. Even. En een kittenbandje, want ik zag dat hij eraf was gegaan. Ik heb hier die, dus ik moet de kluisjes ook het ding hebben. De kluisjes. Hier zijn mijn kluisjes. Zo. En dan kan ik die heel gemakkelijk aan de achterkant bevestigen. Eens kijken. Doe hier maar wat blauw erbij. En hier wat blauw erbij. Ja. En dan doen we
we deze weer aan de achterkant erop. Zo. En dan wil ik nog een beetje bruin weer terug laten komen aan de zijkanten. En dan haal je het toch weer even net wat op. En dan weer een beetje water op mijn hand. Zo. En schoon. Nou, nu natuurlijk weer even drogen. Oh, is het weer zo ver dat het geluid af en toe hapert? Lang leven Facebook. Zo jammer is dat, hè? Moet ook denk ik Facebook liggen, want... Auw, dat was mijn vinger. Niet zo slim. Nee. Hi, schat. En hoeveel kijkers heb je? 31. 31. Niet heel vies. Niet heel erg vies? Nee. Wat is niet vies? Niet heel weinig, maar ook niet zoveel. Oh, nou. Zijn het alleen Nederlands of andere? Zijn er ook Engelsen die er naar kijken? Geen flauw idee. Ik weet het niet, schat, maar hoeveel kijkers had jij gisteren dan? Ik heb niet zo'n YouTube-kanaal. Dat weet ik wel. Oh, oké. Okay. Gaan we slapen, schat. Mag ik nog een kuf? Ja. Wat rusten. Lekker, schat. Dat weet ik. Even kijken, nu heb ik hem zo. Even meer in het beeld. Oh ja, gaat lekker zo. Ja. Ach, schat. Even spieken. Zullen we iets met een stempel gaan doen? Laat ik even die achtergrond nog even goed drogen, want ik zie hier nog een beetje nat. Zo. Ik denk dat het wel leuk is als we deze iets met een stempel gaan doen. En daarna gaan we dan verder met die andere... ander ding wat we gedaan hebben. Zullen we anders deze pakken? Die nieuwe professor. Is wel leuk, denk ik, hè? Voordeel is eigenlijk van mixed media dat het heel snel klaar is. Of althans, normaal gesproken doe je er nooit zo lang over. Ik pak even een acrylblok. En de inkt. Kijk, en nu moet je er dus wel wat onder leggen, want anders krijg je dat dus niet meer van jouw mat af. En ik had bij deze viel de stempel van mijn acrylblok af. En toen, ja, toen ging het dus mis. Toen had ik een vlek erop. Oké, eens even kijken. Hoe zou ik het doen? Ik denk dat ik hem die kant op doe. Dus ik ga hem zo stempelen. En hopelijk rechts. Waar is mijn blokje? We bestaan van die blokjes. Waarmee je het dan kan aanduwen. En dat bedenk ik me altijd al wanneer ik ermee bezig ben. Oh, wacht, daar is die. Zo, en dan schijnt het dat je... Oh, hij bewoog. Zag je dat? Ik hoop niet dat hij verpest is. Nou, nee. Nu, dat valt mee. Even afstempelen. Hoppakee, schoon. Nou ga ik denk ik ook deze doen. Ik heb een ander blokje voor. Is die rechts. Zo. En
Die wil ik eigenlijk daar hebben. Zo. Ja, neem maar. Ja. Moeten we nog iets toevoegen? Of laten we het zo? Eens even kijken. Ik denk. Wat zal ik doen? Of weet je wat ik doe? Want ik wilde deze gebruiken. Eens kijken of dat gaat werken wat ik wil. Dit moet je denk ik met alcohol inkt even kleuren. Dus als ik nou eerst eens even door midden hak. Zo. Oh, blijft erin zitten. Als ik die nou kleur met alcohol inkt en vanuit daar gaan we verder opbouwen. Ja, even kijken. Ik pak even bruine alcohol inkt. Espresso. Zal ik die gewoon doen? Ja. En even zeep, ja. Heb ik ook nog een zo'n blending geval. Zoek en gij zult vinden. Dat is nadeel als je het gewoon ter plekke bedenkt. Je hebt natuurlijk niet alles, ja, alles binnen handbereik. Dus ik heb gepakt alcoholinkt, espresso, sepia, die twee kleurtjes. En we gaan eens kijken of wij dit kunnen gaan kleuren. Laat ik deze eens even de ronde doen. Doen we die? Nee. We doen die. En dan deze. Zo. En een beetje op het watje. Dus even kijken hoe dat eruit komt te zien. Dat vind ik niet bruin genoeg. Dus ik doe even wat agressiever. Kijk, dit is bruin. Zo. Het maakt mij niet uit wanneer dit helemaal onder komt te zitten. Zo. Maar ik vind eigenlijk dat hij niet echt bruin wordt. Even kijken. Ja, wel ietsjes, maar hij mag wat mij betreft. Dit zal waarschijnlijk wel droog zijn. Even de föhn erop. Even kijken of die echt droog is. Gelukkig droogt het altijd heel snel. Zo. Is dat de juiste kleur? Eens kijken. Als wij... ja, als wij deze nou eens even stempelen op een ander blaadje.
En als wij die nou eens ook eens eventjes blauw maken. Past die hierop? Nog niet. Die dan waarschijnlijk ook niet. Hij is wel heel erg passend. Oh, ik ga gooien. Laten we deze eens even doen. Dus. Dan gaan we deze eerst eens even kleuren. Met. Red it wood. En doe maar voor je burlap. Dus dan spreken we even wat water erop. Zo, en wat Red it wood. En weer erover. Oh, doe trouwens ook maar een beetje vintage foto erop. Waar is die? Hierachter. Even wat donkerder. Zo. Even een beetje recht houden, dat hij goed droogt. Maakt nou niet zo heel veel uit wanneer zij kan dat allemaal gaat hobbelen bobbelen, want gaat toch erop stempelen. Het is puur de achtergrond. Gaat er dus eigenlijk puur om dat er wat kleur zit. Zo, bijna droog. Nou. Ja, ik vind het wel best. Eerst kijken, dus gaan we nu die ronde erop stempelen. Dat doe ik gewoon weer met Fessafine. Eens kijken. Oké. Is dit gewoon een stukje papier? Ik was plassen. Ja, dat kan niet, hè. Je kan niet naar de wc gaan. Dan mis je weer dingen. Dat kan niet. Nee, het is hetzelfde papier als deze. Dus de Distress Mixed Media papier van Tim Holtz. Zo. Zou ik dat nog plakken als ik nu nog... Nee, daar ben ik denk ik te laat mee. Dus dat gaan we niet doen. Nou moet ik natuurlijk even dit eruit knippen. Alleen mijn kunst om rond te knippen is niet zo denderend. Dus ik zit even te bedenken, heb ik die maat pons? Ja, heb ik die? Volgens mij niet. Dus dan moet ik toch echt gaan knippen. Eeuw. Weet je, eigenlijk zou je gewoon alle maten ponsen moeten hebben. Gewoon echt... Alle soorten. Even kijken, waar is mijn goede schaar? Want dit is echt een dus schaar. Dan pak ik even deze. En dan gaan we op goed geluk maar knippen. Nou. Dit is een stuk makkelijker als je een pons hebt. Waarschijnlijk heb ik wel een die, maar ik heb geen zin om alles... eigenlijk weer tevoorschijn te halen. Dat vind ik sowieso met dies dat het is allemaal zo veel werk. Al dat uitgestans en zo. Schiet jou er niet op. Zo. Nou, ik vind hem redelijk rond. En waar is mijn... Oh, daar. Die halen we even er vanaf. Even een beetje aanzetten met inkt.
Dat doet ook altijd al heel veel, vind ik. Als je hem gewoon eventjes... Dan komt hij veel meer naar voren. Zo. Even spieken. Dan hadden we deze. En ik dacht, als we deze nou zo doen... Dan zie je alleen maar dat randje, maar dat maakt niet uit. En dan heb ik ook nog een wijzertje. Die kunnen we dan erin doen. Even spieken, waar heb ik dat ook alweer gelaten? Volgens mij hierin. Ja, kijk, we hebben daar een wijzer. Oh, dit is dezelfde maat. Ik wou hem eigenlijk net wat kleiner hebben. Die wijzertjes zijn trouwens ook van Tim Holtz. Ze zijn alleen dit moment niet leverbaar. Maar ze komen natuurlijk wel weer terug. Zou ik de kleine doen of de grote? Even kijken. Hier past hij perfect erin. En als je de grote doet, dan valt hij er buiten. Maar dan valt hij wel weer meer op. Even kijken. Oh, hier is die kleine. Klein is wel een beetje klein, hè? Wat vinden jullie? Kleine of de grote? Kleine. De kleine. Ja, hè? Laten we maar de kleine doen. Oh, hoi Esther. Ben je er ook? Leuk. Gezellig. Zo. Dit zet ik maar even op de grond. Oh, wacht even. Nou ben ik mijn bret vergeten. Waar is die? Even deze dan eruit. Ik ben even aan het priegelen hoor. Maar even een... Is dit de kleur? Volgens mij wel. Nou even een klein gaatje maken. Dan doe ik natuurlijk precies... Oh ja, tuurlijk, dat past weer niet. Dan doen we het gewoon anders. We hebben een pincet. En we hebben een rad. Dan doen we het gewoon zo. En dan die er doorheen. En dan hier doorheen. Zo. Oké. Dan... Die komt dan zo. Maar ik vind hem nog steeds veel te saai. Dus wat we gaan doen. Ik hou hier even een randje vanaf. Want ik vind dat de professor nu een beetje luchtlediger aan het hangen is. Dus ik hou hier een randje vanaf. En zo. En die natuurlijk weer even aanzetten met inkt. Die hou ik ook even weg. Dan, uiteraard ga ik ook nog even er omheen stikken. Die doen we hier. Maar ik mis nog steeds wat. Dus we gaan nog even verder. Ik denk dat, waar heb ik die envelop? Ik heb hele mooie enveloppen die doorzichtig zijn. Dus ik dacht, als we hem daar nou op bevestigen, dan kan ik hem daarna weer in mijn journal stoppen. Even kijken, dit zijn die zakjes, die bedoel ik niet. Ik wil de enveloppen. Zijn dit de enveloppen? Nee, dat zijn de zakjes. Waar zijn ze gebleven? Dit zijn weer andere dingen. Kun je ook te veel enveloppen hebben? Vast wel, hè? Waar zijn die dingen? Waar zijn ze dan? Waarom kan ik ze nou weer niet vinden? Wat ontiegelijk irritant. Heel vervelend. Ik kan ze weer niet vinden. Even kijken of ik ze hier toevallig neer heb gelegd. Ah, kijk, zie je wel.
Ik had ze ergens anders neergelegd voor de workshop. Voor een workshop moet ik zeggen. Kijk, dat zijn deze enveloppen. En die zijn doorzichtig. Dus als ik hem nou hier bijvoorbeeld dan op doe, dan kan ik hem later in mijn journal stoppen. Of eventueel als cadeau of whatever. Dus dat wordt de ondergrond, maar dan zijn we er nog niet, want er moet natuurlijk nog meer bij. Wat gaan wij dan doen? We kunnen kiezen uit kant. We kunnen kiezen uit, hoe heet dat spul ook alweer? Geen flauwedee.nl, ik weet niet meer. Daaruit kunnen we kiezen. Of we kunnen kiezen uit leer. Of we kunnen kiezen uit papier. En dan pak ik even mijn favoriete papier. En als Bea kijkt, weet je meteen wat ik bedoel. Dat is deze. Die heb ik van haar gekregen namelijk. En die gebruik ik echt heel veel. Die vind ik echt gewoon heel erg leuk. Soms heb je dat, hè. Dat je gewoon wat tegenkomt wat gewoon heel, of kijkt, in dit geval, heel erg leuk is. Kijk, want als ik dit nou hier als randje ga gebruiken. Zo. En dan doe ik hem hier gewoon eraf halen. Dus. Dit in ieder geval zo. Dan kan ik daar eventjes snijden bij de 450. Even kijken. 450. Dat is hier. Zo. Dan kan ik deze gebruiken. Maar even kijken welke ik nou gebruik. Of ik pak deze. Begint ze nou echt gewoon te boren hiernaast? Ik weet niet of jullie dat horen. Maar buurman begint opeens te boren. Nu is het weer even stil. Maar ook hier even nog een randje vanaf. En aan de bovenzijde. En dan natuurlijk wel even aanzetten met inkt, want anders klopt het niet. Zo. En als wij deze dan zo plaatsen, hebben we daar ook nog een klein randje. En dan denk ik dat we ook nog. Ja, ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb deze ook nog. Dit zijn de stencil cards van Tim Holtz. Niet van Tim Holtz. En ik heb daar nog een aantal stukjes van. Dus ik zit even te kijken, want we kunnen dan deze doen. Maar nog steeds vind ik het niet kloppen. Dan even spieken, want de mooiste zou natuurlijk hier. Niet schrikken, jongens. We doen het gewoon. Ik heb iets in mijn hoofd. Nu krijgt iedereen een hartverzakking. Je scheurt het papier kapot. Weet ik. Dat is ook de bedoeling. Zo. Wat hebben we allemaal? Even spieken. Hoe gaan wij het doen? Wat is leuk? Laten we het. Ik ga hem hier even eraf snijden. Nou ja. Ik ben daar niet zo goed in. Zo. Even weer aanzetten met inkt.
Dan doen we die zo. Dan vind ik hem nog steeds te clean. Maar. Even kijken hoe we dit gaan doen hoor. Dit gaan we niet doen. Zou die dan hier zo erin passen? En dan hier eroverheen. En dan. En even gewoon aan het figuleren of dit werkt of niet. En soms moet je dat gewoon doen. Nee. Ik ben er nog niet helemaal happy mee. Dus ik zit nog even te kijken hoe we het gaan doen. Of ik nou iets gescheurd heb wat eigenlijk niet kloppend is. Want het staat zo niet in verhouding. En alles moet bij mij in balans zijn. Want anders klopt het niet. En op dit moment is hij nog niet in balans. Bij deze. Dus ik ben nog even aan het uitzoeken hoe die in mijn optiek wel in balans komt. Dat is natuurlijk voor mij een weet, voor jullie een raadsel. Maar alles draait bij mij om balans. Het moet gewoon in verhouding staan. En voor mij is dat voor de ene keer zo. En voor de andere keer is het weer zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. Waarschijnlijk niet. Maar dat maakt niet uit. Als ik mezelf nog maar kan volgen. Dit is al beter. Ik ga dit eerst eens even vaststikken hierop. Laten we dat eens even als eerste stapje doen. Ik ga hem heel even. Oh, wacht even. Als ik nou eerst even die achterkant een beetje vastpak. Wat is dat waar die letters op? Waar die letters uit zijn? Dat is van Tim Holtz. Dat zijn stencil cards. Dat zijn deze. Zit ik nou in beeld? Ja, zie. En dan krijg je deze stencils allemaal. Dus dat. Die is van Tim. Van Timmeke. Zo. Dit is wat makkelijker naaien wanneer hij al een beetje vastgeplakt zit. Dus ik ga hem nu even er overheen. Gadverdamme. Kom op. Zo. Hij was niet weg. Vandaar dat ik even zat te. Niet te vloeken, maar. Wel even zat te knooien. Zo. En alleen nog de onderkant. Zo, kijk, ik heb hem nu zo. Dat is dat. Wat ben je toch een lekker ding. Kan je beter de opening van de envelop aan de rechterkant doen, anders zit het kompas in de weg. Kijk, dat heb jij goed gezien. Maar dan kun je hem toch ook andersom doen? Dat maakt mij niet uit. Dan doen we hem gewoon hier. Opgelost. Nee, dat had ik nog wel in de gaten. Althans, in de gaten. Daar kom ik achter wanneer het ding erop plak. En is van, oh, wacht even. Die moet ik beter andersom doen. Maar inderdaad, heel alert.
Hoe had ik hem nou? Ik had zoiets. Nou, dat gaat de live som, hè? Even een stukje inzage in mijn brein. En dat of ik daar gelukkig van word, dat is even ten tweede. Maar dat zeg maar. Dus kijk, nu is hij al beter, vind ik. Zal ik hier nog even overheen gaan? Ja, laat ik hier nog even overheen stikken. Zonder envelop, want anders hakt de envelop natuurlijk dicht. Zo, en de andere zijde. Nog heel even terug aan die zijde, want ik heb maar één keer gedaan. Zo, kijk, nu heb ik hem zo. Dus dan zie je hier de stiksels. Zo, daar. Daar. Even kijken. Dus de openingszijde aan die kant. Laat ik eerst even dit weghalen, want mijn hele envelop wordt nou helemaal ranzig. Zo. En mijn wc-rol is ook ranzig. Oh, er zit toch geen alcohol in nog hierop. Hè? Ik kan het ook nooit gewoon schoon houden. Hè? Ik ben er bang voor. Oh! Ik krijg het er nog af. Nog even dat de alcohol niet op zat. Had maar zo gekund. Zo. Dan. Die wil ik daarin. Oh ja. Ik had hem genaaid, hè. Dat is waar ook. En dan hier een randje. Ja, dat staat wel meer in verhouding. Dus als we deze nou hierop plakken. Eens kijken of dat blijft zitten. Zo. Zo rechts. Zo. En dan schuif ik hem hierin. Recht. In principe zie je niks meer van die tekst, maar dat maakt me helemaal niks uit. Oh, niet te hard ding om meis. Ja, yeah. Terug jij. Laten we hem eens even gaan plakken. Lijm wrijf ik gewoon weg. Zo. Dan ga ik hier nog even. Waar ga ik zigzaggen? Zou ik dat op de envelop doen? Nee. Want dan ga ik daar weer doorheen. Dus ik ga in ieder geval hieronder even zigzaggen. Dat vind ik een mooie plek. Zo, dus ik heb eigenlijk alleen maar hier gezichtzacht. En dan wil ik toch nog wel iets, want hier moet ook nog wat. Dan heb ik deze helemaal niet gebruikt. Dat is ook echt weer iets voor mij, om dan gewoon niet te gebruiken. Eerst kapot te knippen en dan gewoon niet te gebruiken. Maar dat maakt niet uit, die gebruiken we anders wel bij de andere nog. Maar ik wil hier nog wat. Dan kunnen we dat gaan bestempelen. Of ik doe hier strictly handmade. Maar zou dat op dit, dan moet ik met sazon. Ja. Laten we eens even kijken. Dan moeten we met een ander soort inkt. Want anders gaat het helemaal doorlopen natuurlijk. Dus ik pak even mijn sazon. In de andere la. Even spieken. Waar heb ik het?
is mijn... Ja. Ja. Dat is de zonneke. De zwarte. Laten we proberen. Echt waar, serieus. Laten we proberen en als het niet werkt, dan doe ik er gewoon weer wat anders overheen. Zo. Heb ik de goede zijde? Ja. Eens kijken. Volle aandacht, muisstil. Ik ben niet de beste stempelaar. En hij is echt gewoon zwaar scheef. Weet je, ik zou eigenlijk gewoon eens een keer een workshop moeten volgen bij iemand om recht te leren stempelen. Om überhaupt normaal te kunnen stempelen. Echt waar. Oké, hoe gaan we dat oplossen? Heel simpel. Stazon is bagger. Dus, wat ik ga doen. Ik heb hier nog, is dit breed zat? Nee, natuurlijk niet. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Ik pak een stukje designpapier. Ja. Heb ik hier toevallig nog een mooi restje. Even spieken. Weet je wat ik ook kan doen? Zit ik net te bedenken. Ik kan ook gewoon mijn washi gebruiken. Als border. Zou dat werken of is dat stupido? En dan kan ik beter misschien nog de doorzichtige pakken. Dan vind ik het niet erg als je dat er doorheen ziet. Want dan valt het toch minder op. Is die leuk? Of zou ik de zwarte pakken? Kijk gewoon even bij allemaal hoor. Hoe het staat. Moet het altijd even zien. Visualiseren heet dat. Dat is wel heel erg zwart. Ik denk dat ik die papieren pak. En dan pak ik gewoon randjes. En dan plak ik het gewoon eens even erop. En dan kijk ik even hoe het uitpakt. Dus. Kraak, kraak. Dus. Even kijken. Dit randje vind ik heel mooi. Maar je hoeft natuurlijk ook niet gewoon die hele wasje te gebruiken. Hè? Geheel als plaatje. Je kan ook gewoon onderdelen ervan gebruiken. Meestal gebruik ik onderdelen ervan. En eigenlijk zelden een stukje, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is mooi voor de hoeken. En deze washi, dus mijn Etsy, die moet je niet zien als nee, zeg het verkeerd. Moet mijn Etsy zien als iets waar je kan kijken wat ik zo heb. Maar dat staat eigenlijk... Belangen naar niet alles op. Waarom niet? Omdat ik er gewoon simpelweg nog geen tijd voor gehad heb. Maar, dus ga nou niet via Etsy bestellen. Want dan ben je over het algemeen duurder uit. Maar goed is, als je een nieuwsbrief hebt gehad, dan lees je dat ook. Dat je dat beter niet kan doen. Want dat zou gewoon zonde zijn. Want deze... Washi, die staat op Etsy voor 19,95 volgens mij. Maar dat moet ik wel doen, want je moet heel veel via Etsy afdragen. Maar hij is dus maar 13,99. Dus er is gewoon echt een groot verschil. Dus kijk puur op Etsy van, oh ja, wat heb je allemaal? Dan ook al staat er misschien 1/12 erop wat ik allemaal heb, maar goed. Maar geef het daarna dan door via de mail, want dan ben je gewoon voordeliger uit.
Dus het is maar dat je het weet. Want al deze wasje, die is maar 13 euro. 13,99 euro. Dus dat scheelt gewoon enorm. En verzendkosten, meestal doet Etsy het doorberekenen. Dus als je twee items krijgt, dan krijg je 2 keer 5,95 enzovoort. Nee, doet hij trouwens niet. Zeg nou iets wat niet klopt. Dat sloeg ook echt helemaal nergens op. Dit Etsy wel. Dus als je één item kocht, ben je 5,95 kwijt. En als je twee items kocht, was je 11,90 kwijt. Ga zo verder. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar dat, volgens mij is dat niet zo. Althans, nu niet meer. Ik heb een stempelhulp. Maar ik zal je zeggen, dan moet je maar eens een keer kijken naar video. Een tijdje terug. Hoeveel ellende ik had met de stempelhulp. Ik kan het gewoon niet. Ik ben er gewoon niet goed in. Weet je, ieder heeft zijn sterke kanten. Stempelen is gewoon voor mij gewoon. Ja, wat zou ik zeggen. Ik doe het, maar het is niet mijn hoofdding. Dus iedereen is ergens goed in. En iedereen is ergens niet goed in. Zelfs met stempelhulp. Ik heb er twee. En serieus, in de video had ik met alle twee enorme ruzie. En iedereen had allemaal tips en ideeën, suggesties, noem maar op. En ik had het allemaal gedaan. En het werkte allemaal voor geen meter. Dus ja. Maar het zou echt wel aan mij liggen hoor. Dat weet ik wel zeker. Maar sommige mensen zijn gewoon niet geschikt om te stempelen. Kijk, dit is wel even werk. Maar ik vind het altijd wel een heel leuk effect hebben. Dit kun je natuurlijk ook met designpapier doen. Dit kun je met ja, kun je nog meer washi-tape, doe ik nu, maar bijvoorbeeld andere washi-tape. Je kan het met labeltjes doen. Je kan het op zoveel verschillende soorten manieren kun je dit gebruiken of doen, zeg maar. Het is alleen even wat werk. Maar 9:10, dus we gaan zo ook gauw verder met de andere, want die is natuurlijk ook wel al droog, hoop ik. Zo. Nou, aan de kant jij. Even die papiertjes weg. Nou, kom op. Zo. Even kijken, nog één stukje. Daar. Kijk, hoe gaaf is dit? Ik vind het leuk. Ja. Ik ben te ongeduldig. Ja, nou daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik ben ook veel te ongeduldig voor stempelhulp. Moet gewoon meteen gewoon goed zijn. Kijk, en eigenlijk zie je nou maar een klein randje. Ja, eigenlijk helemaal niks, maar maakt me ook niet uit. Dit is in ieder geval, ik vind het wel leuk. Ja, deze gaan we eens even erop plakken. Daar zou het vast wel aan liggen, denk ik. Hetzelfde met dies. Ik gebruik echt wel dies, zeker. Maar ik had die nieuwe bloemen die gekocht van Tim Holtz. Niet van de vorige release, maar daarvoor, zeg maar. En ik heb hem één keer volgens mij tijdens live ook gebruikt. En daarna ook gewoon helemaal niet. Ik vind het zo drie keer niks. Bij al die kleine onderdelen. Ik doe dit voor mijn ontspanning. Niet voor ja, al die kleine onderdelen te doen. Eruit te halen. Nu ga ik het hier ook nog even vastnaaien. Maar dan ga ik met een zigzagsteek doen. Dus ik ga hier heel eventjes langs.
Eerst mijn envelop overvouwen voordat ik hem dichtnaai. Zo. En nog een randje aan de bovenzijde. Zo. Nou hebben we nu eigenlijk nog een quote of iets nodig. Waar is mijn dingen? Wat zullen we erop plakken? Ik vind hem wel redelijk gelukt. Kijk, nu kun je dit dus zo in je journal doen. Dit flapje. En kun je hem openmaken. En dan kun je hier nog allemaal dingen instoppen. Maar ik zit even te kijken of ik hier nog ergens iets toe ga voegen. Ik heb een tijdje geleden. Dus heb ik heb het gedaan. Wat ik moet even kabaal maken hoor. Wat heb ik hier nog? Niet veel. Even kijken wat ik hier nog heb hoor. Want ik had, kijk, ik heb hier van die. Die heb ik bij de vorige ook. Die past er misschien wel bij. Dat is het voordeel als je nog allemaal van die dingen hebt liggen wat je toen eens een keer gemaakt hebt. En ik moet eigenlijk nieuwe maken, want ik heb er niet zo veel meer. Soms is dat toch wel heel handig als je van die pre-made dingen hebt, weet je wel. Eens kijken, waar zou ik hem plaatsen? Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Nee, is ook geen goede plek. Eigenlijk ga ik het hele project langs om te kijken waar nou de beste plek is. Hier moet nog wat komen. Alleen dit vind ik de inimini-mini. Dus, ik moet even kijken of ik nog iets anders heb. Ik heb hier nog van die. Dit is een beetje erg groot. Kijk, die heb ik ook eens keer ergens voor gemaakt. Ook nog wel leuk om erop te plakken. Alleen dan wordt hij weer zo dik voor in mijn journal. Dus dat ga ik nu niet doen. Maar ik zie hier wel een klemmetje. Misschien kan ik daar nog wat mee. En even kijken wat ik nog meer heb. Wat heb er nog meer? Eigenlijk zou hij van die rechte ijzeren dingen moeten maken zonder die gaatjes. Echt gewoon recht, wat je ergens op kan plakken, weet je wel. Allemaal die gaatjes erin. Helemaal geen gaatjes. Het is allemaal net niet. Dan gaan we maar iets anders bedenken. Wat heb ik hier nog? Even kijken. Wat heb ik hier? Wat staat hier op? Relic? Nee. Ik ben even aan het vragen hoor jongens. Lost? Meer lost? Ik ben niet echt lost hè? Ben je original? Nee, ik ben het ook niet original. Wat is dit? Collection, een beetje erg huge. Nee. En wat heb ik hier? Oh, nee. Ja. Dit duurt me eerlijk gezegd te lang. Dus, ik ga hier nog even over brainstormen. Ik wil hier nog iets van een quote-achtig iets nog aanbrengen. En ik denk dat ik hier ook nog even langs op ga naaien. Laat ik dat eerst even doen.
heb ik wel heel veel draadjes. Dus ik ga er even een aantal weghalen, want anders is het wel heel erg veel. Er mogen wel draadjes aan, maar je moet natuurlijk niet overdrijven. Zo. Gaan er trouwens nog meer mensen vierdaagse lopen of misschien naar de zomerfeesten waar je hier in de buurt woont. Ik weet dat Ankie gaat hem lopen. Vind ik echt kei knap. Mij niet gezien. Daar heb ik zeker respect voor, maar voor mij niet weggelegd. Zo, en die wil ik ook nog eraf. En jij bent ook een beetje doelloos. Nou, ik ga nog even bedenken wat ik hier... Nou, irritant stoel. Als quote ga doen. Maar dat komt er dan nog aan. Laten we eerst eens even verder gaan met die andere. Wat vinden jullie zover, zeg maar? Misschien ga ik nog wat splatters doen. Want het is een beetje... doods. Vind ik zelf. Een touwtje door de gaatjes doen die dan uitsteken is ook... En nou is de chat weg. Geen flauw idee. Nou ja, in ieder geval... ik ga hier nog iets toevoegen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Er moet nog iets gedaan worden. Maar goed. Laten we verder gaan met deze hadden we. En we hadden deze. Dus we gaan hem eerst even met inkt bewerken. Laten we eerst eens even die doen. Een beetje ruimte maken hier. Even kijken. Dan water. Dan spray je natuurlijk weer erop. Dan pak ik... Wat zou ik voor kleurtjes pakken? Doe maar walnut steen. Dan heb ik hem dus al nat gemaakt. Zoals je het door hebt. Maar ik wil nog een ander kleurtje erbij hebben. Zou ik deze eens een keer? Die gebruik ik niet zo vaak. Shabby Shutters. Ik weet niet of het wat is. Laten we gewoon eens proberen. En doe maar Ground Espresso. Eerst even een beetje qua Ground Espresso. Oeh, die is heel donker. Heel donker. Een beetje water eroverheen. Dan. Of zou dit poep worden? Oh, dat is misschien nog wel mooi. En dan een beetje vintage foto. Dat is niet mooi, die spettertjes. Dan even het water. Een beetje deze nog. En nou denk je bij je eigen van... Zo, daar gaat een lading spray er doorheen. Ja, klopt. Sorry. Is ook niet handig. Maar ja. Liever van het gebruik dan helemaal niet. En weer drogen. Een brilletje glanslaag geven. Ja, dat kan eventueel ook nog. Alleen ik zat meer misschien te denken aan, dat heb ik bij een andere gedaan. Die heb ik nog niet YouTube gezet, maar daar was ik mee bezig. Maar ik heb daar een andere helft voor gebruikt. Dit is eigenlijk een beetje variatie erop. Hier zit al meer leven in, omdat je twee kleuren werkt. Dus dat is gewoon fraaier, denk ik. Dus misschien ga ik dit wel doen. Misschien. Maar ja, dat heb ik al een keer gedaan. Die heb ik dan ook nog. En dan, ja. Wat gebeurt hier nou weer? Oh, kijk, er is nog een beetje van dat feest achtergebleven. Oh, nou, dat is ook lekker. Even een beetje de overtollig weer eraf halen. Maar hij is sowieso deze nog niet klaar. Er gaat nog een paar dingen veranderen.
Ja, op zich is die kleur best mooi, hè? Shabby Shutters. Eerlijk gezegd, volgens mij heb ik hem nog nooit gebruikt. Maar als ik hem zo zie samen met dat bruin, is eigenlijk best mooi. Zie maar weer, hè? Soms moet je hem gewoon gebruiken. En we kijken hoe het uitpakt. Nou, ik ga even het randje drogen. Mag jullie allemaal doen aankomende week. Ik moet morgen werken. Met een hele waslijst. Wat ik al moet afhandelen. Daar komt mijn oudste aan. Dit is mijn jongste. Schat, ga slapen. Ach, slapen jullie. Mochten jullie kinderen hebben. Doen die ook zo waardeloos de laatste tijd slapen. Dat is echt niet normaal. Die liggen 10 uur gewoon nog wakker hoor. Dat is echt bizar. Maar goed, waar was ik? Morgen werken. Nou, een hele lijst moet ik afwerken. Dinsdag ga ik naar een vriendin van mij. Want ik ga de online workshop vertalen in het Engels. Daar gaat ze mij mee helpen, omdat zij gewoon heel goed Engels kan. Zij is een Engelse, dat kan ik beter zeggen. En dan kan ik wel wat hulp bij gebruiken. En wat hebben we nog meer? Woensdag. Nou, eerlijk gezegd, ik hoef maar 2 dagen. Want woensdag ben ik gewoon vrij. En dan donderdag heb ik afscheid van mijn oudste. Die gaat in najaar middelbaar. Dus we hebben afscheid groep 8. Maar dan ga ik donderdagmiddag, denk ik, donderdag even naar het werk. Dan heb ik vrijdag heb ik gewoon niks. Nou, dat komt eigenlijk ook nooit voor. En dan zaterdag heb ik workshop deel 2 van de vakantiejournal. Het zijn gewoon mooie kleuren, hè? Ik vind het wel cool. Sorry, ik word opeens afgeleid. Zie je appje. Mijn tas, kom ik nog even op terug. Want een sensorcard heb je al besteld, schat. Dus dat... Oké, wat gaan we hiermee doen? Dit is op zich wel grappig, want het lijkt net alsof het beetje... hoe zeg je dat? Werklook, noem ik het maar even. Dus als we hier nou met een peperdool gaan werken, waar het mee mag. En dan denk ik dat ik al precies weet welke peperdool. Ik moet alleen even kijken of ik hem kan vinden. Of ik hem nog heb. Even kijken. Waar is die werkman? Hoor, slaap. Ik heb er eentje in mijn hoofd. Maar volgens mij heb ik hem niet meer. Dit zijn ukkies. Nee. Ik heb hem niet meer. Dan pakken we gewoon een ander. Wat is leuk? Wat is leuk? Wat zou erbij passen? Ik zag er toen net eentje in de gauwigheid voorbij komen. Waarvan ik dacht van, kijk, dat zijn wel werkman, maar die kijken zo chagrijnig. Die wil ik nog niet eens om elkaar te hebben. Dat is te groot. Waar zag ik hem nou? Ja, die eventueel. Ik haal hem vast even tevoorschijn. Even kijken of qua kleur dat of die past. Nee. Nee, terug jij. Maar deze. Even kijken of deze past. Oh, die kapot maken. Zo, wordt wel heel gelig allemaal, hè? Even
kijken wat beter past. Zwart of meer wittig. Ja. Heb ik hier nog wat? Nee. Zou dit wat zijn? Ik vind het niet echt geweldig. Ik wilde eigenlijk een zittend persoontje. Op zich zo zou wel wat beter passen. Meer aan de zijkant. Ik heb iets in mijn hoofd. Laten we eens even wat gaan proberen. Waar zijn mijn stencil cards? Want wel leuk als je dan die cijfers terug laat komen, denk ik. Of letters. Whatever. Maar ik had nog een nieuwe, dacht ik. Even spieken. Even kijken. Even kijken naar deze kleur. Of die beter past. Dat kan natuurlijk ook nog. Nee, dat geel dat past niet. Moet wel echt een beetje donkere kleur zijn. Dus jij gaat terug. Even kijken hoe deze nog staat. Is een optie. Even verder kijken. Nou, laten we het hier maar bij. Zo. Eens even kijken. Ik had toch nog een nieuwe stencil cards. Oh, gelukkig maar. Ik dacht, ze zijn al helemaal kapot. Maar ik dacht, als je dit nou als achtergrond gebruikt, is misschien wel leuk. Ik zit alleen even te kijken welke. Hier laat je de cijfers weer terugkomen, waardoor het meer in geheel is. Alleen vind ze eigenlijk net te groot. Dit valt niet erg op. Of moet het juist groot? En ik ga. Sorry. Dit kan wel. Nog even deze spieken. Dan heb je dit erbij. Is ook wel leuk, hè? Is misschien ook wel, ja, is misschien ook wel leuk. Maar aangezien we daar maar een deel van gebruiken, doe ik dit deel gewoon eraf knippen. Want dan kan ik dan weer voor een ander gebruiken. Zonder om helemaal. Dan gaan we die nog even bewerken met wat inkt. En laat ik toch maar een beetje sprayen. Wat zou ik doen? Walnut steen. Lading water. Zo. En drogen. Jammer dat het altijd even duurt, hè, dat drogen. Mooi is wel altijd van de craften dat eigenlijk dan ook al doe je dat bruine erop, dat toch niet echt helemaal bruin wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel.
hoor. Bijna droog. Kijk hier, dit is eigenlijk heel mooi. Maar wanneer het dan opdroogt, dan is dat hele effect weg. Dat vind ik altijd zo jammer. Ja, wordt wel ietsje donkerder, maar niet echt werelds. Zou ik een beetje Lost Shadow? Laat het gewoon maar eens doen. Eens kijken wat het geeft. Is het niks, dan is het niks. Een beetje later weer. Een beetje laten bewegen, hè. En weer drogen. Leuk, hè, Mixed Media. Ik ben alleen maar bezig met drogen. Zo. Kijk, dan krijgen we al iets meer leven erin. Dat is mooi. Dat willen we. Ja, dat is wel beter. Zie je dat? Kijken of jullie het kunnen zien. Wat mooi, hè? Zo dat vage gedoe, zeg maar. Jop. Die aan de kant. Zo. Eens kijken hoe het dan eruit ziet. Er mag hier ook nog wel wat meer leven erin. Ik denk dat ik een beetje Lost Shadow eroverheen doe. Eens kijken hoe dat uitpakt. Beetje spet. Misschien verpest ik het wel helemaal. Daar komen we gauw genoeg achter. Zo, beter. Ik wil niet echt drup. Een beetje drup is goed, niet te veel drops. Wanneer je nou ergens tegenaan loopt, of je hebt eigenlijk zoiets van, weet niet hoe ik verder moet, en of het Mixed Media is, of journal, whatever, vraag het gewoon, hè. Mail of app mij. Wanneer ik kan helpen, dan help ik. Dus ik vergeet nooit wat. Alleen er zit bij mij de laatste tijd een beetje vertraging op. Mede omdat ik het gewoon hartstikke druk heb. Maar wanneer ik het in mijn grote dagboek schrijf, in principe vergeet ik het dan nooit. Alleen ik heb het gewoon een beetje erg druk. Maar als ik kan helpen, dan help ik. Kijk, nu is er ook alweer wat meer leven erin. Dus even een beetje wat meer aanzetten met inkt. En dan druk ik eigenlijk wat harder, zodat die randen wat meer gerafeld worden. Waar is mijn... Doe maar eens even maar... Een schaar. Zegt de eentje, heb je een uur? Ja hoor, ik heb een uur. Zeker. Dat maakt niet uit. Zo. Waar is mijn... Oh ja. Als we die dan erachter doen... Dat is wel leuk. Ja. Laten we even kijken. Hoe zit die? Oh, er kan nog wel wat lijm op.
Eens kijken. Iets meer zo. Nou heb ik hier een beetje te veel lijm op. Zo. Moet je mijn handen nou helemaal zien, hè? Echt helemaal bruin. Lijkt net alsof ik een zware roker ben. Ja, ik ga heel eventjes hier langs stikken. Ik denk dat dat wel heel leuk is. Waar is mijn schaar? Zo. En eerlijk zeg nog even een rondje. Ik heb nou twee keer rondom gestikt. Ja, dat. Twee keer rondom gestikt. Punt. oh, serieus? Heb ik je nou een blosje gegeven? Zo. Zullen wij deze nog bewerken met een of ander toolie? Ik denk dat dat wel leuk is. Alleen wat? Want als ik los shadow erover doe, dan krijg jij een hele grijze look. Faucet crystal vind ik niet echt bij jou passen. Want je pionier echt dreamy dreamy. Of zou ik toch los shadow doen? Of zou ik het gewoon zo laten? Want op zich qua kleur is die wel zo mooi. Dubbele. Want daar ga jij zitten. Ik vind hem al heel leuk eigenlijk, ook al zeg ik het zelf. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind hem eigenlijk wel al heel leuk. Dus denk. Soms heeft de kaart ook helemaal niet van nodig, hè? Want eigenlijk vind ik hem zo eigenlijk al behoorlijk in evenwicht, balans. Kijk, als je hem zo ziet. Ik zal even kijken wanneer ik hem helemaal erop heb. Iets terug. Kijk. Nee, hè? Dat vind ik dus ook, Christel. Inderdaad, ik vind het eigenlijk al af. Er hoeft eigenlijk niet wat bij. Kijk, je kan er nog voor kiezen om een leerrandje te doen. Dat zou eventueel een mogelijkheid kunnen zijn. Maar dat zou kunnen. Soms plak ik echt onwijs veel erop. En soms heeft het ook gewoon niet veel nodig. Meestal is dat niet zo, moet ik zeggen. En dan kan ik even kijken, een beetje meer die kant op. Want als je bijvoorbeeld met leer zou werken, want op zich leer past hier wel heel goed bij, hè? Dat even vooropgesteld. Eens kijken wat ik hier heb. Ik heb hier allemaal restjes leer. Dat is ook allemaal van het handwerkfestijn. Dus echt allemaal verschillende soorten kleuren. Ik weet niet of dit wel iets is. Nee. Afgekeurd. Dan hebben we nog een ander kleurtje. Eens kijken hoe een donker kleurtje zou zijn. Dan krijg je bijvoorbeeld een klein randje.
zal ik eens even kijken. Wacht eens even, want ik heb ook nog deze. En het is geen echt leer. Maar dat is nep leer. Eens even kijken hoe dat dan uitpakt. Het lap is een beetje groter, dus ik probeer even een beetje ruimte te maken. Kijk, als je zeg maar zo'n bewerkt randje hebt. Ja, dat heeft wel wat hoor. Ik doe gewoon even een stukje knippen, kijken hoe dat staat. En dan kunnen we altijd nog zien wel of niet. Toch? Hoppakee. Zo. Die weer even aan de kant. Eens even kijken. Of meer dit randje. Wat meer robuuster. En dan wil ik eigenlijk een heel klein wit randje kant. Heel mini, 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 mini. Eens kijken of dit werkt. Ja, kom. Nou, dan moet ik even zo doen. Dan maken we een begin. Even spieken. Zo, echt een heel mini, mini, mini. Mini, wini, wini. En dan laat je toch een beetje dat wit terugkomen van dit. Ik maak het even op maat en dan kijk ik even hoe die uitvalt. Laten we dat eens even doen. Ik zit een beetje te twijfelen. Aan de ene kant heb ik wel zoiets van, ik vind het wel leuk om nog iets toe te voegen. Maar hij kan ook zo al. Maar toch, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar we hadden het trouwens over aankomende week. En dan heb ik vakantie. Nou, hoe fijn is dat? Eigenlijk wel heel fijn. Of iets meer. Nee, zo in ieder geval niet. Dan heb je het zo. Nou, hoe lang kun je doen over een randje? Echt waar. Laat ik eerst even die onderkant eraf snijden. Daar gebruik ik gewoon mijn snijapparaat voor. Leg hem waarschijnlijk nu even uit zicht. Maar ik moet even ruimte hebben. En als het goed is kan ik hem allemaal... Nee, nou lukt het me niet om het door te scheuren. Irritant. Nog een keer erop. Kijk, op zich dat kan. Ik breng natuurlijk wel weer wat lieflijks erbij. Daar ben ik het ook wel helemaal mee eens. Maar dan laat je wel weer dat witte terugkomen. En dan komt hij wel iets meer naar voren. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ik snap jou ook hoor, Joan. Ik zit ook nog licht te twijfelen of ik het wel moet doen. Maar daarom maak ik het heel even op maat. Ik ga het nog niet vastlijmen of zo. Maar even zien hoe het eruit ziet als dat gedaan is, zeg maar. En dan krijg je hem dus zo. Nee. Geen kant. Een randje,
Randje zou wel kunnen. Alleen dan wel mijn randje aan de ene kant. Niet aan allebei de kanten. Dus ik haal deze even eraf. Even kijken. Dus dan heb je hem zo. Ja. Dit kan wel. Dan lijm ik dit eventjes vast. En dan naai ik hem door. En dan kun je er nog voor kiezen om een quote of zo erop te doen. Dus even kijken. Dan ga ik hier nog even doorheen stikken. Nee, dat ga ik niet doen. Want ik heb lichtgaren erop. Dat is niet mooi. Moet ik nog ergens zigzaggen. Ja, ik ga wel hier even zigzaggen en daar. Ik denk dat dat wel leuk is. Even de naald iets meer er vanaf. Kom, even kijken. Ja, dank je. Zo. Oh, dat was mijn naaimachine. En deze zijde. Kijk, dan heb ik hem hier zigzag en hier. En dan heb ik hem zo. Wat vinden jullie ervan? Ik zie niks. Nee? Oh, ja. Super, dankjewel. Top. Dat is dat. Volgende. Deze, die gaan we nog gauw even beëten. En laten we daar ook eens even een andere kleur voor pakken. Wat ik normaal gesproken niet zo gebruik. Dit is wel, ik vind het geen mooie kleur. Cracked pistachio. Maar zullen we die gewoon gebruiken en kijken hoe die uitpakt. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Bundled Sage lijkt wel heel erg op. Doe anders eens even deze. Salvage Patina. Die. Even kijken. Gaan we dat ook weer gewoon met bruin combineren? Ach ja, waarom ook niet? Laten we lekker weer een lekkere donkere kleur pakken. En dan knalblauw. Oeh! Zo de ju. Dit is wel heel erg blauw. Hou je van blauw? Hier komt het aan. Moet zeggen, op de camera, als ik zo laptop kijk, oogt die blauwer. Hier is hij echt mint bij mij. Maar op het scherm, wat ik zo zie, is hij echt gewoon blauw. Grappig is dat, hoe dat dan eens anders kan zijn, hè? Even weer mijn wc-papiertje. Wat willen jullie trouwens de volgende live? Vinden jullie misschien leuk om embellishments te maken of zo? Of you know what me? Of ook mixed media. Of ja, wat heb je allemaal? Alles kan eigenlijk. We kunnen met speelkaarten. Of we kunnen via promptlist gaan werken. Of misschien Pinterest naapen, wat heel veel mensen doen. Ook. We kunnen van alles. Dus
zelfgemaakte tekst maken, kan ook inderdaad. Daar wilde ik een YouTube video van maken. Doe je eigenlijk gewoon je eigen vintage tekst kan maken. Alleen nadeel is, moet ik stempelen. En stempelen en ik, ja, je weet het. We zijn niet de beste vrienden. Bijna droog. Of we kunnen een video maken over hoe organiseer je je spullen. Heb ik meteen 2 in 1, moet ik nodig doen. En ik had een idee om daar een LP voor te gebruiken. Om een soort overzicht te maken, zeg maar. Zou even ook nog kunnen. Nou, op zich nog ineens wel heel onaardig. Het kan slechter. Eigenlijk. Laten we eerst eens eventjes wat aanzetten met inkt. Ik zie de meesten willen allemaal embellishments maken. Ja, eerlijk gezegd moet ik ook wel weer wat embellishments maken. Ik zit even te denken. Wat is leuk? Ja, bedenk ik nog wel even. Zorg er in ieder geval voor dat je in huis spulkaarten of zoiets hebt. Dat is denk ik wel leuk. Ik zeg niet dat we daar per se mee gaan werken. Dus als je ze niet hebt, doe dan alsjeblieft ook niet kopen. Even kijken, dit is Lost Shadow weer. Ik denk dat we volgende keer wel embellishments maken gaan doen. Dat is wel tijd handig om te hebben, toch? En allemaal kleine frommeltjes. Ik denk dat dat wel iets is. Nou, bijna droog. We hebben nog 4 minuten. Nee, in principe heb ik niet echt eindtijd, maar het zal wel fijn zijn als ik nog heel even op de bank kan zitten. Meestal ga ik toch pas om 11 uur, half 12 naar bed. Eerder kan ik toch niet slapen. Zo, die we even aanzetten. Maar dan kan ik nog zo meteen even kijken of de kinderen nog wakker zijn, dan kan ik ze nog even knuffelen. Ik vind het nog ineens zo heel onaardig dit. Ook al zeg ik het zelf. Even iets meer aanzetten met inkt. Wat zullen we hiermee doen? Laten we iets met collage doen. En management. Even kijken. Ik leg mijn boek even op mijn schoot. Dat is wat makkelijker even neerleggen. En dan gooi ik gewoon een paar dingen waarvan ik denk van, nou, misschien. Ik weet niet of dat gaat werken, maar laten we eens even kijken. Wat heb ik hier allemaal? Deze past er ook nog wat bij. Dus ik gooi gewoon even wat neer. Ik moet nodig mijn boek aanvullen. Want ik zie dat het een beetje zielig eruit ziet.
Hier heb ik niks tussen zitten. Wat heb ik hier? Oh, ik moet echt aanvullen. Het is een beetje zielig. Een beetje erg zielig. Even kijken. Oh, wacht eens even. Wacht. Ik heb hier nog een mapje. Deze leg ik even aan de kant. Even kijken. Die moet ik nog toevoegen aan mijn fotoalbum, zeg maar. Misschien zit hier wat tussen. Even kijken. Die zou in principe wel kunnen. Oh, kijk, daar komt die ook vandaan. Grappig. Grappig. Nee, die kleur is niet goed. Die zou ook kunnen. Die is te groot. Moeten we iets van zwart hebben? Kan altijd. Laten we eerst maar eens even... Oh, kijk. En misschien hebben we nog een leuke tekst. Even kijken. Handle with care. Ja. Oh, en die is misschien ook leuk. Laten we die eens even pakken. En voor diegenen die dat willen weten, dit is Ephemera Pack Layers Urban. Die bestaat ook nog. En uiteraard van Tim. Oké. Eens kijken. Wat zullen we doen? Die is te groot. Dus dan gaan we sowieso even een stuk afhalen. Oh, mooi. Ik haal even het bovenste gedeelte een centimeter vanaf. En het onderste gedeelte een centimeter vanaf. Nou ja, ongeveer een centimeter. Klein strookje. En wat ik ga doen. Door de midden. Althans, niet helemaal, maar ongeveer. Zo, dan even kijken. Dit is mijn stoffenschaar, die moet aan de kant. Even mijn schaar. Zo. Dan hebben we deze. Even kijken, die zo. Dan. Die. Zo. Waar is mijn pincet? Daar. Eens even kijken. Die ga ik alvast lijmen. Die komt hier. Soms moet je gewoon gaan lijmen, ook al weet je niet zeker of het wel is wat je wilt. Maar vaak als je het dan ziet, dan is het van, oh. En dan plak je er gewoon nog wat overheen. Dat maakt me nooit zoveel uit. Oh wacht, die wilde ik erachter. Oké, weg jij. Als het nog niet vast zit, dan zit het nog niet vast. Even spieken. Jij moet omhoog. Zo.
Even kijken, ik ga hier in ieder geval even zigzaggen. En hier ook. Ik ga dat eens even eerst doen. Dus aan deze zijde. En hier. Zo, dan ga ik ook maar meteen eventjes helemaal rondom. Dan heb ik dat ook gedaan. Bijna klaar. Hier ook nog een randje. Momentje, laat het je zo zien. Laat ik draadjes ervan af. Niet allemaal. Kijk, wat ik heb gedaan, helemaal rondom. En ik wil eigenlijk nog een keer helemaal rondom. Laat ik dat nog maar even wat later doen. En dan hier zigzag en daar zigzag. En dat heb ik hier ook nog gedaan. En dan wil ik eigenlijk daar hier nog één keer rondom. En dan peperdool erop. Quote erop. En daar ben je. Dus hier nog even langs. Ik heb hem dubbel gestikt hier helemaal. Dan heb ik hem zo. En dan doen we nog een peperdool erop. Die hebben we eventueel nog liggen. Ja, die kan wel, hè. Laten we die gewoon doen. Oh, hier blijven. En dan doen we deze hier. Moeten we nog een quote? Die past er niet bij. We hadden hier, dit is allemaal een beetje te groot. Dat vind ik niet leuk wanneer dit bedekt is. Dus ik denk dat ik hem voor nu even zo laat. En dan kan ik er altijd nog dingen toevoegen. Ja. Hoe vind je het? Ik kom zo aan, schat. Dit is de voorzijde. Hij is wel leuk, hè? Ja. En dan hebben we die dus. Dan hebben we deze met dat randje. Die hebben we dan gemaakt. En deze, waarbij ik nog dingen ga toevoegen, die is dan nog het meest saaie eigenlijk. Daar moet ik nog even iets voor bedenken. Misschien ga ik hier nog wel voor de helft stempelen en dan gewoon wat beweging erin maken, zeg maar. Dus nou, binnen 2 uur hoef je niet zo lang over te doen. Gewoon een beetje spray erop gooien. Wat oxide eroverheen. En dan heb je het eigenlijk al. That's it. Hey dames. Nogmaals. Voor degene die later aanschoven. Etsy moet je eigenlijk niet via bestellen. Als je wat ziet daar. Laat het me gewoon weten. Want dan ben je gewoon goedkoper uit. En mocht je interesse hebben. Nieuwe washi tape waar ik heel veel mee werk. Laat het me weten. En ik zie jullie de volgende keer. Fijne avond allemaal. En wel trusten. Doei!